Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen. Check maar hier onderaan de video op de button bedankt. Hiermee kun je mij dus steunen en een lief bedankje sturen als je mijn content en mijn kanaal leuk vindt. Dan hebben we nog dat jullie af en toe eventjes de posts moeten kijken. Op mijn kanaal staat een button post. Bovenaan de balk heb je video, playlist, posts, community, allemaal dat soort dingen. Dus check de community posts, dat is het eigenlijk, dus community. En als je daarop klikt, dan zie je vaak de updates. Als ik updates heb of als ik afwezig ben, dan post ik dat bij de community posts. Dus dan kunnen jullie zien, hey, waarom ben ik er even niet? Of wie komt er binnenkort spreken? Of als ik tips heb of dat soort dingen, dan zet ik dat bij de community. Dus dan wil ik ook wat actiever voor jullie mee zijn. Dan, als je dus de hele serie wilt bekijken, check dan gewoon even de playlist. En dan kunnen jullie de hele serie van Saint Germain kijken of andere series die ik heb gemaakt. Dus velen weten dat nog niet allemaal zo goed of vergeten dat misschien soms. Als je op video klikt, dan krijg je alle video's die ik ooit gemaakt heb. Dan kan je daarin makkelijk zoeken, mocht je dat fijn vinden. Nou, dan ga ik weer beginnen met het volgende. En dat is redenvoering 16. Ik heb inmiddels het nieuwe boek. Ik ben er heel erg blij mee. En dankzij jullie, want doordat jullie reacties hieronder hebben geplaatst en ik te weten ben gekomen dat het boek gelukkig nog ergens te verkrijgen is. Want ja, het boek wat ik had, dat waren prints of het was de eerste druk of iets dergelijks, of een opzet, die heb ik gekregen. En die was dus niet compleet. Daar zaten maar 15 redenvoeringen in. En ik dacht, oh, wat nu? En gelukkig kon ik toch het boek nog ergens krijgen. En dus ik heb nu het complete boek, waar dus 33 redenvoeringen in staan. Nou, en waarom dus het getal 33? Heb ik in mijn vorige video ook al uitgelegd. Dat staat voor de onsterfelijkheid, hè. En het oneindige leven eigenlijk. En net als 33 jaar was ook Jezus dat hij de opstanding heeft gedaan. Nou, en daar komt eigenlijk 33 vandaan. En dan heb je 33 de graad vrijmetselarij. Nou, die vinden zichzelf dan ook, hè, de onsterfelijke. Op een andere manier, maar we begrijpen elkaar. Het is niet helemaal zoals ik het hierin uitleg, maar hun zien dat op die manier. Dus daarom wordt het getal 33 veel gebruikt. Nou, dus dan ga ik verder. Redenvoering 16, Saint Germain, 24 november 1932. Dankdag. De persoonlijke straal van Jezus en de andere gecreëerde stralen. Aanroeping. Machtige, wonderlijke tegenwoordigheid. Wij loven en danken u vandaag voor de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Wij verheugen ons in de volheid van de Christusactiviteit, de actieve tegenwoordigheid van God. De energie van verlichting stroomt vanuit de volheid van deze tegenwoordigheid, zoals een machtige rivier die vanuit de bergen naar beneden kolkt. Deze grote en machtige levensstroom, die in haar volledige volmaaktheid opwelt, in het hart van de mensen, verankert bij iedereen vrede, liefde, harmonie, geloof en naastenliefde. Machtige tegenwoordigheid, oneindige liefde, die de mensheid omhult. Schenk speciale aandacht aan deze ernstige studenten, die onder deze straling zijn gekomen. Geef hun elke geoorloofde hulp. Sterk hen om onwankelbaar in het licht te staan en de waarheid onder ogen te zien. Nou, dat hebben we echt allemaal nodig in deze tijden, want wat willen ze de mens toch continu aan het wankelen maken, dat we niet meer in onze kracht staan. Zodat ze vreugdevol al het ongewenste uit hun leven en uit hun handelingen zouden weren. Nou, inderdaad, vreugdevol. Ja,
Met ons plezier moeten we van al onze lasten af. Laat alle officiële ambten bekleed worden door machtige boodschappers van het licht. Laat uw machtige, opgevaren meesters hen steunen, zodat ze sterk genoeg zijn om onwankelbaar en succesvol het hoofd te bieden aan elke duistere kracht. Nou, precies. Ja, we laten ons nergens meer onderkrijgen. Geen enkele duistere kracht kan ons licht onwankelbaar maken. Kan niet. Vertrouwen hebben. Wij loven en danken u voor deze dag, die als een verheffende en wonderlijke herinnering in het geheugen van de mensheid gegrift staat. Mogen de tijd snel komen dat elke dag in het hart van de mensen een dankdag is voor uw licht dat iedereen die het wenst omhult. Ik groet u vanwege de opgevaren meester en vanwege Jezus. Redevoering. Het eerste grondbeginsel van Gods activiteit is projectie of precipitatie. Bijgevolg is het een natuurlijk gegeven dat hij zichzelf projecteert of precipiteert. De eerste handeling is dat de verdeelde stralen zich verder verdelen, totdat ze geïndividualiseerd en een zichtbare uitdrukking zijn. Wanneer ik spreek over individuele of zichtbare uitdrukking, dan gebruik ik deze woorden vanwege de fysieke activiteit. Het is niet zo dat deze stralen niet altijd zichtbaar zijn, maar voor diegenen die in de fysieke vorm vertoeven, spreek ik over zichtbaarheid. Aldus zult u de aard van uw wezen zien als lichtstralen en de persoon die u bent. Zult u zien als de natuurlijke eigenschap van het leven, waar u momenteel zo naar verlangt. De dag nadert snel waarop zeer veel studenten de lichtstralen waarvan zij deel uitmaken gaan gebruiken. Voornamelijk de straal van beeld en klank. Zelfs in uw huidige fysieke wereld heeft men al mogelijkheden ontdekt om met deze stralen iets voor te brengen en ze te gebruiken. Dit zijn eigenaardige activiteiten. En ik zeg eigenaardig voor het zichtbare. Maar ze zijn zeer natuurlijk voor de innerlijke tegenwoordigheid. Het is waar dat deze stralen momenteel op een zeer rudimentaire wijze gebruikt worden. Het vergt enkel nog een volgende stap om ze te ontsluieren. De kracht van de Ik Ben tegenwoordigheid en de intelligentie om de stralen te gebruiken zal steeds oneindig veel krachtiger zijn dan eender welk mechanisch toestel waarmee men deze stralen gebruikt. De ervaring van de wetenschapper zal voor de student die nog niet bekwaam is om deze stralen te gebruiken een buitengewone aanmoediging zijn om de verbazingwekkende waarheid te kennen over de individuele mogelijkheid om deze stralen te gebruiken. Ja, we zijn zo onder hypnose gebracht dat men dit soort dingen niet meer waarneemt. Hè? We nemen nu dingen waar die er gewoon ook niet zijn. Het is gewoon een verkeerde wereld. Op dit punt is het belangrijk te weten dat de natuurlijke stralen doorheen elke atmosfeer of etherische gordel in de aardatmosfeer dringen. Wanneer ik zeg natuurlijk, dan bedoel ik deze stralen die geprojecteerd worden door God of de grote centrale zon en die de laatste jaren, ik zou zeggen, in een paar jaar tijd bestendigd werden. Vervolgens zijn er de gecreëerde stralen. Ze zijn gecreëerd en geprojecteerd door de opgevaren
heerschaar en door diegenen die hun lichaam verheven hebben. Deze gecreëerde stralen zijn de krachtigste van alle stralen, omdat ze bewust gehanteerd worden. De stralen waarmee de wetenschappers in contact komen, zijn de natuurlijke stralen. Zij hebben een zeker natuurlijk potentieel. De grote behoefte, zoals geformuleerd in de magische tegenwoordigheid, is de voorbereiding van ernstige studenten die hun vibratie kunnen versterken en aan wie het gebruik van deze stralen kan uitgelegd worden. Onder jullie zijn er studenten die dit kunnen. Naarmate zij voorbereid zijn met een vastbesloten standvastigheid voor het licht, zal hun steeds meer van de wet geopenbaard worden, betreffende het gebruik van deze sterke energieën. Ik ben zeer verheugd over uw mogelijkheden en die van uw studenten. Ik vertrouw erop dat zij in zichzelf de kracht en de standvastige vastberadenheid vinden om het materiële en het innerlijke werk dat voor hen gedaan wordt vast te houden in de vreugdevolle zekerheid dat deze energieën oneindig zijn en ware bevrijding brengen. Van tijd tot tijd heb ik geprobeerd een aanmoedigend woord te richten tot deze studenten en hen te omhullen met de straling van kracht, die onbevreesd en onvervaard is in het licht. De liefdevolle en vreugdevolle rust in de houding van studenten is wonderlijk aanmoedigend, want een verwachtingsvolle houding is de juiste houding, en deze moet gehandhaafd worden. Ik zou willen voorstellen dat diegenen die onaangename ervaringen gehad hebben van deze omstandigheden bewust alle kracht zouden onttrekken die zij er meestal onbewust aan gegeven hebben. Wanneer het nodig is om een situatie te bespreken, om ze te begrijpen, trek dan onmiddellijk daarna alle kracht terug die aan deze situatie gegeven werd. En weet, ik ben de harmonische tegenwoordigheid die altijd doordringt in eender welke omstandigheid. Hoewel ik het eerder al gezegd heb, maar het is slechts gedeeltelijk doordrongen. Zal ik nogmaals herhalen. Iedereen, en voornamelijk de student die disharmonie en begrenzing in zijn gedachten, gezin of leefwereld ervaren heeft, kan met volgehouden, moeiteloze inspanning zijn gezin vrijwaren van al wat ongewenst is, door vastberaden te zeggen, nou dat zijn we volgens mij allemaal, iedereen is hier begrensd en man, er komt nog meer begrenzingen aan. We gaan ons helemaal vrijmaken van deze, als ik het zo even mag zeggen, shit. Wat je tegen jezelf moet zeggen om je vrij te maken in je gezin. Ik ben de heersende tegenwoordigheid die in volmaakte goddelijke orde heers. En ik beveel harmonie, geluk en de tegenwoordigheid van Gods overvloed in mijn gedachten, mijn gezin en mijn leefwereld. Wanneer ik zeg, ik ben de heersende tegenwoordigheid, ben ik mij er ten volle van bewust dat ik de volledige kracht en intelligentie van God in beweging gebracht heb. Dit brengt de gewenste omstandigheden voort en bevestigt zichzelf. Het lijkt mij dat u niet duidelijk begrepen hebt dat wanneer u gebruik maakt van de uitdrukking ik ben de tegenwoordigheid in mijn denkvermogen, gezin en leefwereld, u niet enkel de zegenvierende tegenwoordigheid van deze activiteit beveelt,
doorheen uw eigen bewustzijn, maar u roept tevens de hulp in van de Ik Ben of goddelijke tegenwoordigheid voor uw gezin en leefwereld en voor iedereen die hier contact mee heeft. Ja? Dus dit is een magische woorden. Het is noodzakelijk dat de student dit begrijpt. Wees niet ontmoedigd wanneer u niet onmiddellijk de verwezenlijking ziet van deze door u verlangde harmonie. Maar doe gewoon verder en voel de zegenvierende Ik Ben tegenwoordigheid. Ziet u niet dat in dit bewustzijn geen andere tegenwoordigheid kan handelen dan diegene waar u zich bewust van bent? Elke andere handeling komt vanuit de persoonlijkheid. Dit is ongewenst en het is slechts een verwrongen gebruik van deze machtige energie. Wanneer u zegt, ik ben de zegenvierende tegenwoordigheid en ik beveel deze ik ben tegenwoordigheid, mijn gedachten, gezin, zaken en leefwereld perfect te leiden. Dan hebt u het grootste bevel uitgezonden dat men ooit kan geven. U hoeft enkel te voelen dat de bevestigende kracht hiervan elk verschijnsel trotseert, doordat u merkt dat volmaaktheid zich verwezenlijkt in uw gedachten, gezin en leefwereld. Ik wens dat de studenten dit specifieke gedeelte dagelijks zouden lezen, zodat zij de machtige waarheid die ten grondslag ligt aan deze verklaringen voor ogen zouden houden. Nou, echt hoor, uit die hypnose vandaan, jongens. Alleen maar echt, het is niet normaal. Nu komen we op een zeer belangrijk punt, namelijk de persoonlijke straal of stralen die door Jezus rechtstreeks worden uitgezonden. Velen zullen vragen, waarom uitgerekend Jezus? Ik antwoord, omdat aan de mensen gezegd is te kijken naar de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Slechts enkelen hebben enige notie van de opgevaren heerschaar van de grote meesters van de grote witte broederschap, die oneindige kracht uitdraagt om de mensheid te helpen. Uzelf en uw studenten zullen de volgende 7 weken de persoonlijke straal van Jezus Christus ontvangen. Diegene die iedere gedachte van andere persoonlijkheden terzijde kunnen schuiven. En deze stralen bij manier van spreken met open armen verwelkomen in hun gedachten, gezin en leefwereld. Ze zullen ervaren dat bijna alles mogelijk is. Ik verzeker u allen dat het idee van deze persoonlijke straal van Jezus Christus helemaal geen inbeelding is. Beminde boodschapper van ons, Jezus Christus dankt u voor uw onbevrezen standvastigheid en voor het gebruik van zijn opgevaren tegenwoordigheid. Jezus Christus, ik ben het licht. Zoals de boodschapper een schat aan wijsheid en waarheid doorgeeft, zo zouden leerlingen met oprechte liefde voor hun leraar via de Ik Ben tegenwoordigheid moeten zorgen voor de gezondheid en de voorspoed van deze boodschappers. Dit zou voor de studenten deuren openen die anders niet geopend zouden worden. Op dit ogenblik zijn er aanwijzingen dat gedurende de volgende 7 weken aan sommigen een zeker gebruik van vloeibaar lichtmacht geopenbaard worden. Ik zou willen dat de aandacht van de studenten hierop gericht blijft, zodat diegenen die er klaar voor zijn, mogen ontvangen. Laat mij hier zeggen dat de student een correcte houding zou moeten aannemen door zich te verheugen over de vorderingen van zijn of haar broeder of zuster. Nou, inderdaad, als mensen hier dus mee bezig zijn, hè, dan moeten we ons juist verheugen. Of als mensen, het maakt niet uit, hè, alles wat naar het goede pad leidt. Hè, als mensen bijvoorbeeld bezig zijn met autonomie of met soevereiniteit of juist met de rechten
Of met dat we allemaal weer in onze kracht terechtkomen. Of de ene doet het op spiritueel gebied en de ene energetisch gebied. De ander is misschien wel met aliens bezig, weet ik het veel. Alles leidt nadat we weer op zoek gaan naar onszelf. En het is juist, kijk, we moeten niet weer van de ene hypnose in de andere hypnose gaan komen natuurlijk. Dus daar moeten we echt mee uitkijken. Ja, want dat is hetzelfde wat er nu allemaal gaande is met dat iedereen maar moet gaan geloven dat als ik vandaag zeg dat ik een zebra ben, dat ik van jou verlang dat jij mij als zebra behandelt en dat jij ook gaat denken dat ik een zebra ben. Ja? En daar moet je echt een voor jezelf scherp in blijven, want dat is de volgende hypnose. Zo hebben ze dat dus met alles gedaan, ja. Jij bent gaan geloven dat je als een worm door het slijk heen moet, ja. Dat je niet meer kan vliegen. Want dat wordt belachelijk gemaakt, ja. Net als de man-vrouw wordt belachelijk gemaakt, want dat bestaat allemaal niet meer. Nee, ze trekken je weer in de volgende hypnose. Dat jij dus niet meer mag geloven dat er een man-vrouw is, ja. Dat er alleen nog maar een tussenin zit of zo. Weet je, een heel grijs gebied. wat niet meer geboren wordt als zoals de natuur het zou willen dat het geboren wordt. Het wordt dus helemaal van zijn. Nou ja, alles wordt uit elkaar getrokken, zeg maar. Dus daar moeten we echt voor jezelf voor gaan waken. Dat wat een ander wilt, helemaal prima. Ja, als ik zou vinden dat ik een zebra ben, dat is voor mij helemaal oké. Maar ik mag dat niet van jou verlangen dat jij me dan zomaar moet gaan accepteren en zo maar moet gaan zien. Ja, dat jij denkt, oké, whatever. Diegene die moet zelf maar weten wat die denkt. Dat is wat anders. Maar ik mag niet van jou verlangen dat jij in die hypnose gaat treden en mij zo moet gaan zien. En dat is gewoon niet normaal meer. En dat is natuurlijk met alles gegaan, hè? Dat je niet meer kan vliegen, dat je niet meer kan teleporteren, dat je niet meer telekinezen kan, dat je dingen kan laten bewegen met je mind, dat je geen krachten meer hebt. Alles is gedowngrade, net als dat je nu moet gaan geloven dat er een eng virus is waar iedereen aan doodgaat. Dat zijn allemaal hypnoses. Continu zetten ze je in een hypnose die er niet is, ja? En als jij dadelijk weer dingen gaat zien die er wel zijn, waarvan de rest misschien denkt die ze niet, omdat ze niet op dat niveau zitten of omdat ze op hele andere frequenties zitten. Ja, weet je, dat er zoveel meer is als jij dus met je mind gaat verhogen. Ja, dan ga je naar zoveel hogere hoogtes en dan word je vrij van al die hypnose. Het is gewoon te zot voor woorden allemaal. Op dit ogenblik zijn er aanwijzingen dat gedurende de volgende 7 weken aan sommigen een zeker gebruik van vloeibaar licht mag geopenbaard worden. Ik zou willen dat de aandacht van de studenten hierop gericht blijft, zodat diegenen die er klaar voor zijn, mogen ontvangen. Laat mij hier zeggen dat de student een correcte houding zou moeten aannemen door zich te verheugen over de vorderingen van zijn of haar broeder of zuster. Iedere persoon ontvangt datgene wat hij het meest nodig heeft op dit ogenblik. Wanneer iemand iets ontvangt, dan kan een andere persoon iets anders ontvangen, wat betreft openbaringen althans. Aangezien geen twee mensen op dezelfde manier evalueren, kunt u begrijpen dat zij niet hetzelfde kunnen ontvangen op hetzelfde ogenblik. De beste houding voor de student is voortdurend de openbaringen die aan zijn medestudenten gegeven worden, te zegenen en er blij mee te zijn. Aldus houdt hij op ieder ogenblik de deur wijd open voor de glorievolle innerlijke tegenwoordigheid. Ter aanmoediging van diegenen die geïnteresseerd zijn in het luchtverkeer, wens ik te zeggen dat de ontwikkeling van veilige vliegtuigen niet lang meer zal uitblijven. Hierdoor zal men snel, veilig en gemakkelijk elke gewenste bestemming kunnen bereiken. Zo ook over teleporteren. De beperkende mentale houding van mensen met interesse in de luchtvaart, die zich verzet hebben tegen de toepassing van deze zo noodzakelijke kennis, zal snel ontkracht worden. Er zal, om zo te zeggen, een stroom van wonderbaarlijke ideeën en volmaaktheid ontstaan. Die kan en zal gebruikt worden voor dit wonderlijke vervoermiddel. Velen onder u zullen het niet nodig hebben, maar er zullen altijd mensen zijn die dit wel nodig hebben.
Verplaatsing door het eigen hogere zelf zal altijd elk fysiek vervoermiddel ver overtreffen, aangezien het hoger lichaam het wonderlijkste luchtvaartuig is dat er bestaat. Precies. Wij kunnen met ons lichaam reizen door teleporten. Ja, dat zijn poorten waar wij die overal hier in ons omgeving zijn. En wanneer we daar dus van bewust gaan worden, gaan wij ook op die frequentie zitten en kunnen we het ook zien. En dan kunnen we ons lichaam dus zo verheffen en verhogen dat het onzichtbaar gaat worden. En dat het meegaat, dat het in een mum van tijd, dat je op een andere plek op deze planeet of misschien wel een andere planeet kan zijn. Als je dat wilt, dan reis je met het licht. En dan verlaag je je lichaam weer. Waardoor het dus weer zichtbaar wordt. Dus het heeft niks met verlagen te maken naar een laag bewustzijn, maar je verlaagt het weer in trilling. Dus je maakt er weer vaste substantie van. Sommige van mijn vrienden die graag debatteren, zullen opperen dat dit voertuig niet in staat is een grote lading te vervoeren. Maar ik zeg hen, hoe kunt u oordelen? Zolang u niet in staat bent dit vervoermiddel te gebruiken. Nou, precies. Het is hoogst vermakkelijk de activiteiten gade te slaan van mensen met een zogenaamd praktisch denkvermogen te vinden dat niets reëel is, behalve datgene wat ze kunnen voelen en hanteren. Totdat iemand gelooft in de grenzeloze krachten en wetten van de intelligente, verpersoonlijkte God, kan hij op geen enkele manier iets belangrijks ontvangen van deze machtige innerlijke tegenwoordigheid. Nou, precies, als je dus denk dat er een God ergens buiten jezelf is, dan zul je nooit iets kunnen. Want je kan dan geen gebruik maken van de macht die in je zit. Want je denkt dat die buiten jezelf is. Dat is dus ook wat ze continu gingen bidden naar iets, weet ik veel, naar buiten iets. En dan hopen dat diegene wat voor je kan betekenen. Dat is toch erg. Het praktische denkvermogen dat alles betwijfelt wat het niet kan zien, heeft nog een lange weg te gaan. Tenzij deze tak van verwijfeling afgesneden wordt. Zoals u een ongewenste tak van een boom wegsnijdt. U weet dat het goed is voor u om deze afgesneden tak te verteren in de verterende vlam. Zodat de twijfel niet meer kan terugkomen. Het lijkt voor de student erg moeilijk om te beseffen hoe reusachtig de kracht van het bewustzijn van deze verterende tegenwoordigheid is. Voor sommigen is het moeilijk afstand te doen van de gedachte dat dit denkbeeldig is. Maar indien u vanuit het innerlijke standpunt zou zien, dan zou u bemerken dat deze machtige tegenwoordigheid en kracht zeer reëel is. Ik zou willen dat u gedurende ongeveer 2 minuten deze verblindende lichtstraal voelt doordringen in elk atoom van uw wezen. Gedurende de volgende 7 weken zou dit op een schitterende manier moeten voltooid worden. Naarmate de kersttijd nadert met de reeds toegevoegde stuwkracht van de Christusenergie, maakt de betrachting van de mensheid het mogelijk dat deze lichtstraal doordringt gedurende deze periode. Dit was eerder niet mogelijk. Bepaalde handelingen moeten gelinkt worden aan de innerlijke tegenwoordigheid voordat de menselijke aandacht er kan op gevestigd worden. Dit is voor de student moeilijk te begrijpen. De student moet eerst betrachten en hij kan enkel betrachten doorheen zijn innerlijke tegenwoordigheid. Het is voor iemand eenvoudig, maar wondermooi om elke morgen en elke avond deze prachtige tegenwoordigheid van het leven die het denkvermogen en het lichaam bezielt te danken. Het is geweldig deze dankbaarheid voor de tegenwoordigheid van het leven dat alles in zich heeft diep te doorvoelen. Wees het leven gewoonweg dankbaar voor alles wat het is en inhoudt. De ware tegenwoordigheid van het leven stelt ons in staat de zaken te doen waar wij ons bewust van zijn en die wij verlangen te doen. Want wij kunnen niet bewegen zonder deze tegenwoordigheid. Wij kunnen zelfs niet denken zonder deze tegenwoordigheid. Wanneer iemand zou stellen, ik ben de tegenwoordigheid die denkt doorheen dit denkvermogen en dit lichaam.
dan zou hij enkel zeer merkwaardige ideeën krijgen. Een blokkade ontstaat allereerst in het brein, omdat dit het punt is van contact met verkeerde ideeën. Verkeerde ideeën worden zeer snel en sterk opgenomen in de hersenstructuur, omdat dit het veld van atomaire activiteit is. Wanneer de aandacht echter op de ik ben tegenwoordigheid gericht blijft, wordt aldus de kracht van de volmaaktheid, die zich bevindt in het elektron, in het centrum van het atoom, bevrijd, waardoor de verkeerde ideeën en de obstructie van het licht gewoonweg oplossen en verdwijnen. Vraag van Don: waar gaat u heen? Het antwoord van Saint-Germain: naar de Gouden Stad. Vanaf nu tot 3 weken na nieuwjaar heerst er grote vreugde in de Gouden Stad. Dit geeft haar de gelegenheid om doorheen de stralen van licht en geluid haar eigen machtige uitstraling uit te drukken in de fysieke wereld. Indien de mensheid dit feit zou begrijpen en waarderen, zouden merkwaardige zaken kunnen plaatsgrijpen. Dit verhindert niet dat sommigen die dit wel begrijpen, hiervan merkwaardig voordeel ontvangen. Het is zeer eenvoudig. Indien studenten dit enkel maar zouden begrijpen en toepassen, om de gedachten volledig weg te houden van iedere persoon en enkel maar te weten: ik ben daar de enige tegenwoordigheid. Dit zou de deuren wagenwijd openen. Liefde en het reiken naar een opgevaren meester maken het mogelijk dat straling gegeven wordt. Dit zou anders niet mogelijk zijn. Men kan niet langdurig interfereren met de vooruitgang en de groei van iemand anders. Want indien de ene persoon die geblokkeerd is, zijn greep op de andere die klaar is om te evolueren niet loslaat, zal hij door zijn eigen handeling verwijderd worden. Wanneer iemand standvastig en oprecht vasthoudt aan het licht, zullen belemmerende personen terzijde geschoven worden of op een zachte manier weggetrokken worden uit zijn leefwereld. Ja, dat is het. Sommige mensen gaan gewoon automatisch bij je uit je buurt. En er komen ook altijd weer mensen voor terug die juist wel die aanvulling zijn in je leven. Dus wees daar ook nooit bedroefd over. Hè? Tenzij je zelf iets gedaan hebt waar je spijt van hebt, hè? Dan kan je het goed maken. Maar ik bedoel, als mensen zomaar bij je uit de buurt gaan, dan is het met een reden. Dus alles komt goed. In deze fase van groei, of eerder ontwikkeling van het licht, is het noodzakelijk te weten: ik ben de actieve tegenwoordigheid van alle distributiekanalen en zij handelt voor mijn welzijn. Wanneer de gedachte komt: dit is alles wat ik heb, smoor deze gedachte dan in de kiem en zeg: ik ben de goddelijke overvloed die ik in handen heb om vandaag te gebruiken. Dit is het moment om zulke gedachten uit uw denken en voelen te bannen. Hierover moet iedereen een heilige stilte bewaren. Beschouw dit als een heilige, eerbiedige kennis die u kunt gebruiken. Wanneer u de ik ben tegenwoordigheid gebruikt, is het voor u onmogelijk om iets weg te nemen dat rechtmatig toebehoort aan iemand anders. U verordent voor uw wereld. Dus u kunt niet iets van iemand ontvreemden wanneer u uw eigen wet kent. Ik ben de tegenwoordigheid die overal handelt. De ik ben tegenwoordigheid kan onmogelijk gescheiden worden. Wanneer u geld nodig hebt, zeg dan: ik ben de handelende tegenwoordigheid die dit geld onmiddellijk naar mij toe brengt, voor eigen gebruik. Het is zeer belangrijk om afstand te nemen van het belang van geld. Het is slechts een ruilmiddel. Geef het geen kracht.
Schenk al uw kracht opnieuw aan God. En wanneer u dan beveelt, het speelt geen rol wat u verlangt, dan hebt u onmiddellijk alle krachten beschikking om de vervulling van uw bevel te volbrengen. Ja, dat is ook wat ze bedoelen, hè? Het gaat niet om het geld, ja, dus geef niet het belang van geld, want je denkt dat je geld nodig hebt om mooie spullen te kunnen kopen. Maar je kunt ook direct naar je doel, en dat is het spul wat je wilt kopen. Dus niet het, het verlangen van, ik heb het geld nodig, want dan kan ik dat en dat en dat. Nee, ik wens me op reis te gaan, of ik wens mij die wereldreis te doen, of ik wens mij een mooie auto, of ik wens mij een nieuw huis, of ik wens mooie kleding voor mijn kinderen, of ik wens voor mezelf mooie kleding. Wat het ook mag zijn, als je direct naar het doel gaat, dan komt het ruilmiddel vanzelf, of creëer je het uit de kosmische substantie, of je krijgt het cadeau, het maakt niet uit waar het vandaan komt. We geven te veel kracht aan het geld, waardoor we afhankelijk worden van het geld. En dat betekent niet dat je een hekel moet hebben, helemaal niet, want geld kan er helemaal niks aan doen. Het is maar net welk, met wat je het besmeurt. Hè? Je kan ook denken, geld brengt mijn geluk. Ja, en geluk komt natuurlijk uit onszelf, maar je kan er ook blij mee zijn als je het ook hebt. En het is wel weer zo dat je er niet ongelukkiger van wordt als je het niet hebt. Ja, dus daar moet je voor jezelf wel de verantwoording nemen dat het geluk dus niet buiten jezelf is, maar dat het geluk in jezelf zit en gewoon blij mag zijn met wat je hebt. En dat je mag wensen wat je wilt. De trilling in ieder element is steeds de adem van God, die zichzelf eeuwigdurend bevestigt. Elke trilling is de adem van God, het eenvoudige bewustzijn. Ik ben de tegenwoordigheid van volmaakte gezondheid. Is deze adem van God die handelt? Ik ben de tegenwoordigheid van vergiffenis en de geest en het hart van ieder kind van God. Dit bevrijdt een geweldige trilling die van goddelijke aard is. Houd u enthousiast aan het volgende. Ik ben het zuivere denkvermogen van God. Zegening. Oneindige, machtige, persoonlijke tegenwoordigheid. Jezus Christus, wij loven en danken u voor uw uitstraling, voor uw intelligente stralen en voor uw onderscheiden tegenwoordigheid. Wij loven en danken u omdat wij ons bewust zijn van deze bijzondere straling. Op dit ogenblik en omdat wij uw machtige tegenwoordigheid mogen ontvangen door de liefdevol geopende deur van ons bewustzijn. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 17. Dit was redenvoering 16. Ja, het is fantastisch. Het is heel belangrijk dit gewoon regelmatig op te zetten. Jezelf dus opnieuw te programmeren. Deze prachtige dingen voor jezelf als waarheid te gaan zien, zodat je het kan ontwikkelen en dat je het kan omzetten. En dat je van deze lage energie, dat dit verdwijnt uit je leven en omgeving. Ja, het is gewoon heel mooi. Nou, bedankt allemaal voor het kijken. Heel veel liefde. En laat het ego niet de baas zijn. Ja, geef het een rotschop. Dat doe ik ook. Opschouten met het stomme ego. Dat is niet van mij, dat is van iemand anders. Of dat zijn ooit gedachten en programmaties geweest die ja, je als waar bent gaan zien. Nou, I love you.